Nou, volgens mij zijn we live. Ja, denk ik ook. Goedenavond allemaal. Goedenavond iedereen. Leuk dat jullie in grote getale aanwezig zijn bij de webinar over Zuid-Afrika. En de komende drie kwartier gaan we jullie meenemen in een rondreis door Zuid-Afrika. Van Johannesburg naar Kaapstad. Het zal ongeveer een half uurtje duren en daarna hebben we nog een kwartiertje vrij voor de vragen. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Vincent. Wellicht heb ik al contact met jullie gehad over jullie reisplannen. En anders hoop ik na deze presentatie met jullie in contact te komen. En ja, jullie te mogen helpen met een fantastische reis naar een prachtige bestemming. Ik heb in het verleden zelf met Rikscha gereisd. Onder andere naar Costa Rica en Panama. Naar Kenia ook. En toen besloot ik om bij Rikscha te solliciteren. Omdat het een hartstikke mooi bedrijf is. En hele fijne reis heb ervaren. Dus nu werk ik inderdaad bij Rikscha en ben ik bestemmingsexpert Zuid-Afrika. Ook naar Zuid-Afrika geweest en het land heeft me echt verrast met het wildlife en de diversiteit. Je kan op self-drive door Kruger, je kan ook met gids op safari gaan. Je kan lekker paardrijden, je kan fietsen. Uiteraard mag een Zuid-Afrikaans wijntje ook niet ontbreken. Dus het land is zo divers. En in dat opzicht heeft het me doen besluiten om weer een nieuwe reis naar Zuid-Afrika te plannen. Dus ik ben fan. Leuk, goedenavond allemaal. Mijn naam is Brian. En net als Vincent ben ik ook reisspecialist Zuid-Afrika bij Rikscha Travel. Ik ben inmiddels zo'n 2 jaar onderdeel van het Zuid-Afrika team. En in die tijd 2 keer naar Zuid-Afrika gereisd. 2 keer een ander gebied. Dus ik heb het een en ander mogen zien. Voor mij is Zuid-Afrika de mooiste bestemming die er is door de diversiteit van het land. Hè, enerzijds een stukje wildlife spotten en anderzijds toch ook echt wel de geschiedenis die het land heeft. Vanaf de VOC-tijd tot aan naar de recente geschiedenis. Dus wat mij betreft heeft Zuid-Afrika voor ieder wat wils. En belooft het de reis die we vandaag gaan maken met elkaar een hele mooie te worden. Bij Rikscha Travel bieden we zowel een Rikscha Travel product en als een familieproduct. Dat zijn familiereizen. Dat is ook het blauwe logo die je ziet. Een groot en een klein puzzelstukje. Het verschil tussen beide rondreizen is dat met het rode logo, dus de Rikscha Zuid-Afrika, zijn echt meer gebaseerd op volwassenenreizen. Het reistempo zal iets hoger liggen en ook de accommodatie en activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd. Voor het Rikscha Family Zuid-Afrika passen we het reistempo een beetje aan en ook de activiteiten voor de kinderen. Bijvoorbeeld de accommodaties hebben wat meer kinderkamers en ook de excursies zullen wat kindvriendelijker zijn. Ook met de safari houden we natuurlijk rekening mee met de leeftijd van de kinderen. Zuid-Afrika is geschikt voor iedere samenstelling, voor jonge koppels, oudere echtparen, gezinnen. Dat op zich een heel toegankelijk land om te bezoeken. Of je nou voor het eerst naar Afrika reist of Zuid-Afrika voor de tweede keer of derde keer wilt ontdekken. Een hele geschikte, toegankelijke en hele mooie bestemming. Ja. Je kunt met opa en met kleinkind naar Zuid-Afrika reizen. Ja, klopt inderdaad. En zoals Brian al aangaf, zullen wij de volgende reisroute met jullie doornemen. Uiteraard kunnen we bij Rikscha een reis naar wens aanpassen, maar dit is een hele mooie route die een heel compleet en gevarieerd beeld geeft van al het moois wat Zuid-Afrika te bieden heeft. De rondreis start in Johannesburg. En dat plannen wij eigenlijk in omdat het noordoosten, je veel op safari gaat. En de safaris worden altijd als wat intensiever ervaren. En de reis in de Kaap wat meer als relaxed. Sluit je echt af in een wereldstad of in de wijnstreek natuurlijk. Dat gedeelte van de reis wordt als wat relaxter ervaren. En de safaris in het noordoosten als wat intensiever. Dus we starten altijd in Johannesburg. Er zijn een aantal opties voor zowel een directe KLM-vlucht als een vlucht met overstap. We zorgen er altijd voor dat je wordt verwelkomd door een vertegenwoordiger van onze agent. Dus als je 's avonds aankomt na een directe KLM-vlucht, word je opgehaald in Johannesburg. En zal de vertegenwoordiger van onze agent je brengen naar de eerste accommodatie. En ontvang je de daaropvolgende dag je huurauto. Dus als het licht is en
je reis kan beginnen. Als je kiest voor een vlucht met overstap, dan vlieg je 's nachts en kom je 's ochtends aan. Word je alsnog verwelkomd door een vertegenwoordiger van onze agent en die begeleidt je naar het autoverhuurbedrijf. En dan kan je eigenlijk direct op pad. We willen je natuurlijk helemaal ontzorgen, dus zullen je altijd een vluchtvoorstel doen, een huurauto voor je reserveren. En je kan altijd met onze sparren voorafgaande de reis. De agent is altijd bereikbaar op de reis ook. Dus in dat opzicht willen we helemaal ontzorgd laten genieten van een prachtige rondreis. Ja, en zoals Vincent het ook aangeeft, kom je vanuit een lange vlucht. En de ervaring leert dat het toch fijn is als er iemand op je staat te wachten met een bordje met je naam. En dan hopen we dat je iets relaxter aan de reis kunt beginnen. Ja, de panoramaroute staat bij iedereen hoog op het verlanglijstje en dat begrijpen we maar al te goed. De route kenmerkt zich door mooie vergezichten en hoogtepunten, letterlijk en figuurlijk. Mooie watervallen en in het filmpje komen al een aantal hoogtepunten voorbij. Praktijk leert toch wel dat je echt een volledige dag erover doet om de route af en aan te rijden. En ik adviseer je vooral al vooraf lekker in te lezen over wat voor bezienswaardigheden er op de route zijn, zodat je je route ook kan plannen. Je kan de route rijden op een reisdag. Twee nachten zijn altijd wel ideaal, omdat je dan na aankomst goed kan acclimatiseren. En je dan op de volledige dag de route kan rijden. We hebben een aantal leuke, kleinschalige en authentieke guesthouses voor jullie geselecteerd die in Hazyview liggen. Dat is een mooie uitvalsbasis voor zowel de panoramaroute, maar ook om bijvoorbeeld een dagje naar Kruger te gaan. Ligt ook aan de voet van de route zelf. En wij vinden dit zowel een gezellig dorpje wat praktisch ligt, maar ook waar wat kleinschalige accommodaties te vinden zijn, in tegenstelling tot andere populaire plekjes tegen de route aan. Dus de panoramaroute is echt een mooi begin van de reis voordat je safari gedeelte start. Ja, er zijn natuurlijk heel veel activiteiten te beleven in de Panorama regio. Je kan er ziplijnen, kajakken kan ook met de kinderen. Je zal altijd op kajakavontuur gaan met gids, dus er is altijd iemand die je daarin begeleidt. Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Echt een hartstikke leuke activiteit voor het gezin. Kinderen kunnen hun energie kwijt en je bekijkt de regio vanaf toch weer een ander niveau. Dus je kan zowel de hoogtepunten bezoeken op de route, met mooie vergezichten, en ook dus vanaf de rivier de regio verkennen. Een hartstikke leuke activiteit. Niet alleen voor kinderen, ook voor volwassenen uiteraard. Een leuke avontuur aan het begin van je reis. Ja, het Krugerpark is toch wel een van de bekendste parken in Afrika. En dat, het is ook een prachtig park. Dus dat begrijp ik maar altijd goed, dat het hoog op je verlanglijstje staat om te bezoeken. Het park is onwijs groot en is onderverdeeld in een aantal provincies. Dus je hebt Kruger Noord, Kruger Midden en Kruger Zuid. We bieden opties aan in Noord en in Midden. Maar vaak verloopt de route toch richting het zuiden. Kruger Zuid heeft ook de hoogste concentratie van wild. We hebben daar een aantal restcamps liggen in Kruger die we voor jullie kunnen reserveren. Ze zijn erg populair, erg in trek. Dus het is goed dat jullie nu al oriënteren voor wellicht een reis voor volgend jaar. De restcamps liggen midden in het park. Zijn iets grootschaliger opgezet, omdat het park eigendom is van de overheid. Dus de restcamps zijn iets grootschaliger opgezet. Wat meer basic, maar wel heel praktisch midden in het park. Dus zodra het kamp open gaat, kan je eigenlijk direct op safari. En kan je self-drive beginnen. Ja, je moet eigenlijk zien dat het een heel klein dorpje die afgezonderd zit van de rest van het grote Kruger National Park. Ja, dus het is een heel klein stukje afgebakend park. En daar ga je met je auto door de gate heen. En om je heen zijn er allemaal wilde dieren. Maar jullie zitten echt afgezonderd van het wildlife.
Het zorgt wel voor dat je de volgende ochtend om 6 uur 's ochtends gelijk weer in de auto kunt stappen om zelf op safari te gaan. Ja, inderdaad. Het park heeft geasfalteerde wegen waar je 40 km per uur mag rijden. Ook een aantal gravel roads waar je dan 30 km per uur mag. Het wordt wel echt ervaren als wat langere reisdagen, omdat je dus ook een maximum snelheid hebt. Maar dat is ook met een reden om natuurlijk het wildlife te beschermen. Maar dat zorgt er ook voor dat je echt kan genieten van het wild wat je onderweg ziet. En je wilt ook stoppen, even je motor uitzetten en het raampje omlaag doen om te genieten van de olifanten, de giraffen, de leeuwen die je tegenkomt. Het is ook Big Five gebied, dus het luipaard kan je daar ook spotten. Dat kan je dus door middel van self-drives doen. Heb je liever een gids die met je meegaat, dan kunnen we vanuit het Rescamp een game walk of een game drive inplannen. Buiten het Krugerpark om liggen er ook een aantal privéreservaten. Dat zijn de bouwstenen die je wellicht op onze website al hebt gezien en gelezen. En daarmee ga je met gids op safari. Die privéreservaten liggen los van het Kruger en vormen het Greater Kruger. Gaan per 2 nachten en je gaat met gids naar Big Five gebied, dus naar het Kruger om daar op safari te gaan. En maak dan in het privéreservaat waar je overnacht nog een wandeling. Omdat dat geen Big Five gebied is, is dat ook een hele leuke activiteit. En wij hebben een aantal opties. Eén daarvan is Hoedspruit. En dat ligt ook weer heel erg praktisch in het verlengde van de panoramaroute. Ook vlakbij het Kruger. Dus maakt de doorreis ook vervolgens weer heel toegankelijk. Ontbijt, lunch en diner zit erbij inbegrepen, dus het is echt een volledig pakket wat we jullie aanbieden. Ja, wat het voordeel voornamelijk is om dat privéreservaat net voor het Krugerpark in te plannen, is dat je vanuit de ranger nog een paar handige tips en tricks mee kunt krijgen hoe je nou het beste wild moet spotten, zodat je dat in het Kruger met je eigen huurauto in de praktijk kunt brengen. Dus het is goed om goed op te letten bij de georganiseerde safaris, zodat je wat makkelijker zelf in het Kruger ook wild kunt spotten. Ja, klopt. En wil je nou echt volledig die bush ervaring beleven, dan bieden we ook, en dat is zowel voor onze rikscha website, maar ook zeker voor de familiereizen, bieden we overnachtingen aan in Big Five gebied. Die gaan niet per 2 nachten, maar die kunnen eventueel per enkele nacht worden ingeboekt. En daar merk je wel echt aan alles dat je in Big Five gebied overnacht. Je dient daar ook om 2 uur aanwezig te zijn voor de eerste lunch en gaat vervolgens al op Game Drive. En de daaropvolgende ochtend voor het ontbijt nog een keer op Game Drive. Ja. Dus daar kan je dan niet wandelen omdat het echt Big Five gebied is. Grenzen ook aan Kruger. Wordt voor de rest niet gescheiden van een hekwerk of iets dergelijks. Het is echt één groot park. Alleen worden de activiteiten vanuit de lodge georganiseerd. Wat Brian aangeeft, is het inderdaad heel erg waardevol om met gids op safari te gaan. En hem vooral veel te vragen en van adviezen te laten voorzien. Zodat je die zelf kan toepassen. Ja, zo is dat. Ja. Dit is een voorbeeld van een overnachting vanuit het privéreservaat nabij het Kruger. Ja, zoals je ziet, iets betere huisjes, iets fijnere omgeving. En het Krugerpark is iets grootschaliger, wat Vincent al aangaf. Ja, inderdaad. En die combinatie is vooral heel erg waardevol. Dus eerst om bijvoorbeeld met gids op safari te gaan en daarna zelf met je eigen reisgezelschap door het Kruger heen te rijden. Ja. Dus die opties zijn in Kruger. Heb je daar nog vragen over? Dat kun je dan altijd ons laten weten. Natuurlijk, dan lichten we dat graag nog eens toe. Of aan het eind van de livestream. Of aan het eind van de livestream, inderdaad. De reis vervolgt zich door Swaziland. En het land heeft mij echt verrast. Het is een heel mooi koninkrijk. Weer een heel ander type landschap als Zuid-Afrika. Ligt ook echt op de route. Dus het is een praktische tussenstop om de rit naar Sint Lucia te breken, maar ook zeker het bezoeken waard. We hebben een aantal lodges en guesthouses die we daar aanbieden, maar ook authentieke bijenkorfhuisjes. Je kan er met het gezin paardrijden, je kan er fietsen, maar je kan er ook heerlijk wandelen. Dus een nacht is altijd wel
Noodzakelijk vanwege de reisafstand, maar ja, twee nachten is zeker de moeite waard. Ja. Ja. Ja, en die bijen verhuisd staan in een heel mooi wildpark. Wat ons betreft echt een van de mooiste wildparken van Afrika. Vooral qua vegetatie, niet qua wildlife, het is alleen maar klein wild. Maar vooral qua landschap is het heel erg mooi. En dat bijenkorfhuis ligt eigenlijk midden in dat park. Ja. En het voordeel is als je met je gezin bent en de een wilt paardrijden, de ander wilt fietsen. Je kunt het ook combineren. Dus het ene gedeelte van het gezin kan gaan paardrijden, terwijl het andere het gedeelte van het gezin gaat fietsen. De startlocatie en tijd is namelijk op dezelfde plek. Dus dat maakt het lekker efficiënt. Als je het Swaziland uitrijdt, vervolg je je reis richting de nijlpaardenhoofdstad van Zuid-Afrika, Sint Lucia. Echt bij uitstek de plek om nijlpaarden te spotten. Hartstikke indrukwekkend natuurlijk. We bieden een aantal bootsafaris aan. Zijn hele leuke safaris per boot van 2 uur. En daarmee vaar je dus de wetlands van Sint Lucia op. Wellicht sport je nog wat krokodillen. Ik heb ze zelf niet gespot, Brian. Ik heb heel veel gezien. Ja. Maar Sint Lucia staat inderdaad bekend echt om de nijlpaarden en de krokodillen. 'S Avonds komen ze ook aan land en lopen ze door de dorpjes heen. Dus mocht je naar een restaurantje willen, er zijn restaurants genoeg, maar verplaats je met de auto. Want 's avonds laat kan je nog wel eens een nijlpaard tegenkomen in het dorp. Ja, dat zeker. Is wel een hele bijzondere situatie. Ja, ik ben zelf net ongeveer 1,5 maand terug van mijn reis door Zuid-Afrika, waaronder ook Sint Lucia. En de eerste avond dat we daar waren, stapte net iedereen het restaurant op met camera's en fototoestellen. Omdat er dus een nijlpaard was gesignaleerd door de hoofdstraat, notabene. Dus ja, dat is een hele gekke gewaarwording om ineens zo'n hippo door de straat te zien lopen. Maar ja, niet minder indrukwekkend. Het is heel spannend als je weet dat ze er zijn. Maar het gaat altijd goed. En wat Vincent ook aangeeft, is dat dit riviergebied, het moerassengebied, ligt er vlakbij. En Sint Lucia ligt ook eigenlijk ingeklemd tussen twee grotere wildparken. Dus voor degene die nog niet voldoende wild heeft gezien, kan hier ook zeker zijn hart ophalen. Dit is jouw ultieme type, Brian. Een van de mooiste safaris in Zuid-Afrika is absoluut deze. Het is het Sluwe Imvolosi Park. Moest ik een paar keer op oefenen van tevoren. De meeste reizigers zeggen het een keertje fout, dus ik moest er zeker op oefenen. Op ongeveer een uurtje afstand van Sint Lucia vind je dit park. En het wordt vooral gekenmerkt door wat meer heuvelachtige terreinen en grote populaties van zowel de zwarte als de witte neushoorn. Dus dat is wel echt super indrukwekkend om ineens naast je zo'n groot neushoorn te zien. Je kunt er met de eigen huurauto wel doorheen rijden, maar ik zou eigenlijk aanraden om dit samen met een ranger te doen. Omdat zij je ook echt dicht bij de Big Five kunnen brengen. En het is ook heel erg lastig om, mocht je op self-drive gaan, het is een heuvelachtig gebied zoals je al aangeeft. Dus om je en te concentreren op de weg en wild te spotten is heel moeilijk te combineren. Ja, zo'n gids ontzorgt dan heel erg. Ja, die ziet net even wat meer dan jij, heeft de meeste ervaring. En dan kun jij gewoon achter in het bakkie zitten, zoals het in Zuid-Afrika mooi wordt genoemd. Om lekker op wild te gaan spotten. Het is een volledige dagsafari die we hierin aanbieden. Van 's ochtends 5 uur word je opgehaald. En om 1 uur of 4 kom je weer 's middags bij je guesthouse in Sint Lucia aan. Maar het is absoluut een dikke tip, ja. En er zit lunch bij inbegrepen. Ja, dus een braai lunch, echt een Zuid-Afrikaanse lunch. Ja, dus ik heb echt een hele leuke safari daar gehad. Ja, we hebben hem allebei gedaan overigens. Ja. We zien ook het luipaard. Het is een Big Five gebied. Dus wil je kans op het spotten van de Big Five na bijvoorbeeld het Kruger nog vergroten, dan is dit een hele mooie toevoeging aan de reis. Ja, absoluut een toegevoegde waarde. Umhlanga plannen wij vaak in om de rit naar Drakensberg te breken. Dus als je een rondreis wilt maken door het noordoosten, daar ben je ongeveer... Plan daar ongeveer 2 weken voor in, zodat je ook echt kan genieten van de herinneringen die je onderweg meemaakt. Ja, minimaal wel. Bezoekt. Maak je een rondreis door het noordoosten, dan gebruiken we de nacht in Umhlanga vaak om de rit naar Drakensberg te verbreken, wat een prachtig wandelgebied is. Alvorens je de doorreis maakt naar Johannesburg. Het eindpunt was dat wat dan ook je beginpunt was van de reis. Of we plannen Umhlanga in voor een binnenlandse vlucht van Durban naar Port Elizabeth. Het is een vlucht van 5 kwartier en overbrugt een heel moeilijk begaanbaar gebied. Je kan het ook rijdend doen en we bieden ook daar wel echt een bouwsteen voor aan. Maar om die
afstand te overbruggen ben je wel minimaal 4 nachten. Moet je daar wel minimaal 4 nachten voor inplannen. Ja, dat is Gebruikelijk om te vliegen. Dat doet me ook denken aan het type huurauto, want je gaf het net ook al aan. In het Sloei is het wat moeilijker rijden, omdat het een heel heuvelachtig gebied is. Dat is ook zo met Swaziland en met de Panorama-route en eventueel Drakensbergen. Dus voor de Noordoosten bieden we altijd een huurauto aan die wat meer kracht heeft. En wil je nou echt de beste plekken hebben om wat hoger te zitten, dan adviseren we een K-klasse. Dat is het type auto wat hoger zit. Past ook mooi in het landschap en daardoor heb je beter zicht op de weg. En meer comfort. En meer comfort, dus je kan beter wildspotten. En een automaat geschakelde auto is ook altijd fijn vanwege die hoogteverschillen waar we het net over hadden. Maar Umhlanga, even ontspannen aan de kust, alvorens je dus of richting Drakensbergen gaat of een binnenlandse vlucht pakt. Ja. Ja, na zo'n 5 kwartier kom je dus inderdaad aan in Port Elizabeth. Dus je vliegt als het ware van de oostkust naar de zuidkust van Zuid-Afrika. Dus je hebt je huurauto ingeleverd op de airport van Durban. Dat is overigens vanaf Umhlanga ongeveer 1 kwartiertje rijden. En aanvankelijk van de beschikbaarheid plannen we de vroegste vlucht voor je in. De vroegste is om 6:15, maar het zou ook 2 uur of 4 uur kunnen zijn. Nou, de reden dat wij fan zijn van de vroege vlucht is omdat je dan direct naar het Addo National Park kunt gaan. Het Addo National Park is een van de grotere wildparken van Zuid-Afrika. En nou, zoals het filmpje ook laat zien, het kenmerkt zich vooral door olifanten. Honderden olifanten zijn verspreid over dit park. Daardoor wordt het ook wel het Addo Elephant National Park genoemd zelfs. Tegenwoordig zijn ze zelfs richting de 1000 olifanten in het park aan het gaan. Dus heb je op een of andere manier nog geen olifant gezien op je reis in het eerdere gedeelte van je reis, dan is dit absoluut de plaats om je genoeg te doen aan de olifanten. Na de binnenlandse vlucht hou je dus je huurauto op de airport van Port Elizabeth. En in ongeveer 1 uurtje rij je richting het noorden. Dus je rijdt als het ware landinwaarts. En dan kom je bij de zuidingang van Addo aan. En ik adviseer dan ook zeker om de zuidingang te gebruiken. En je zo je weg via het zuiden naar het noorden van het park te bewegen. Zodat je al reizend wild kunt spotten. En op die manier het noorden weer eruit kunt. Want in het noorden ligt ook je accommodatie. Nou, zo'n accommodatie ziet er bijvoorbeeld als volgt uit. Kijk, ja, het zijn meer Zuid-Afrikaans-achtige huisjes. Soms een rondtafel. Nou, soms zoals hier zijn het 2-aan-1-geschakelde huisjes. Juist ideaal voor gezinnen. Ja, dus dit zou een ideaal voorbeeld van een accommodatie zijn voor Rikshaw Family Zuid-Afrika. Rieten daken geven dat extra sfeer. En je zit vlak buiten het Kruger, in het dorpje, buiten het Addo, in het dorpje Addo. Dus in een kwartiertje ongeveer ben je in het park of uit je park in je accommodatie. In dit gebied zit het dus alleen in je ontbijt bij inbegrepen, maar de accommodaties hier zijn supergoed in het koken 's avonds. En dat gebeurt meestal op de braai. Die binnenlandse vlucht waar je het over had, die zit net als de huurauto altijd inbegrepen in het landarrangement. Dus als we je een reisplan toesturen en er zit een binnenlandse vlucht bij, dan is dat altijd inbegrepen. Ja, of anders aangeven uiteraard, ja. We volgen onze reis meer richting het westen. En op ongeveer 3,5 uur rijden van Addo vind je aan de kust de tuinroute. En de tuinroute dankt zijn naam aan het feit dat het altijd heel erg groen is. Er valt hier het hele jaar door een gelijke hoeveelheid regen. Waardoor je ziet dat er overal bossen, klein stukjes groen ontstaan. Wat het heel erg fijn maakt voor wandelaars. Maar dan aan de kust ligt, zie je ook veel stranden zoals hier. Nou, dit is persoonlijk mijn favoriete onderdeel op de tuinroute. Het is Plettenberg Bay. En dat zit dus ongeveer 3,5 uur rijden van Addo. Maar het biedt ook een centraal punt om die tuinroute wat meer in te duiken. Plettenberg Bay kenmerkt zich vooral door vakantiehuisjes van wat rijkere Zuid-Afrikanen. Maar ook wat meer restaurantjes, fijne badplaatsjes. En bijvoorbeeld strandtenten, wat echt een heel erg leuke sfeer geeft. Met name in het weekend, eind van de middag, heb je hier veel Zuid-Afrikanen zelf die voor een sundowner komen. En een potje kaart leggen bijvoorbeeld. En het Robberg Nature Reserve ligt ook in vlakbij Plettenberg. Yes. Dus als je robben wil spotten, dan is dit de plek om dat daar te doen. Ja, mooie wandeling. Je hebt 3 verschillende lengtes. Dus op die manier kun je gewoon je eigen lengte kiezen. Nou, er zijn een hoop activiteiten mogelijk vanuit Plettenberg Bay. Een uurtje meer richting Addo, dus je gaat ietsjes terug, vind je het Tsitsikamma National Park. Dat is echt een bosgebied en daar kun je dus bijvoorbeeld ook gaan ziplinen. Net als dat eerder bij de panoramaroute kan dat hier ook.
Ik heb hem zelf gedaan, ook voor de mensen met hoogtevrees die goed te doen, na 2 keer. dit is dat Tsitsikamma. Zoals je ziet, groen en een aantal hangbruggen over de oceaan. Het zijn ongeveer 3 aan 1 gesloten hangbruggen. Dus het is een mooie wandeling, maar aan een ochtendje heb je hier wel voldoende, of een middag. Dus je kunt het heel mooi combineren met het ziplinen. Of bijvoorbeeld segwayen in Tsitsikamma, wat ook heel erg leuk is. En dat is weer iets meer geschikt voor wat oudere kinderen of volwassenen. Juist de andere kant op, meer richting het westen vanuit Plettenbergbaai, vind je Naisna. En Naisna is een semi-grote stad op de tuinroute. En ik vergelijk het een heel klein beetje met Kaapstad in het klein, omdat je echt oude koloniale gebouwen hebt en bijvoorbeeld ook een haventje hebt. En hier kun je dus een hele verantwoorde en duurzame township tour doen. Ga je ook het dagelijks leven bezoeken van de inwoners van Naisna. Is met een gids en lunch erbij. Dus je gaat bijvoorbeeld een kruidenvrouwtje bezoeken. Door de weekse dagen een crash. Maar ook een lokale markt bijvoorbeeld. Dus zo proef je iets meer van het lokale leven in Zuid-Afrika. Zonder dat het echt een poppenkast wordt. Dus dat is wel belangrijk om erbij te weten. Ja, er komen ook veel vragen binnen over de veiligheid in Zuid-Afrika. We hebben ons allebei geen enkel moment onveilig gevoeld. En eigenlijk is de belangrijkste regel om niet in de townships of de townships niet te bezoeken op eigen gelegenheid, maar dit echt alleen met gids te doen. Dit is echt de beste plek daarvoor, toch? Ja, vinden wij. Ja, ja. Zeker. En waar er voor een gids is met een safari, is het ook hier van toepassing. Een gids kan je heel veel vertellen over de townships en de cultuur die daar heerst. En, ja. Ook een stukje Zuid-Afrika is dit. Ja, absoluut de moeite waard, ja. We reizen een stukje door en dan is het ongeveer 2,5 uur rijden naar Heidelberg. Klinkt heel Duits, is het niet. Het is echt typisch Zuid-Afrikaans. En hier vind je echt het Zuid-Afrikaanse plattelandsleven. Je zit nu ongeveer in het midden van Kaapstad en de tuinroute. Dus qua op de kaart zie je hem ook erbij staan. Hier ga je ook echt het platteland proeven. Je slaapt namelijk bij boer Niels en zijn vrouw Anneliese. In de guesthouse die zij op hun boerderij hebben, zoals je op dit filmpje kunt zien. Het is superleuk juist voor gezinnen, ook voor stellen de moeite waard, maar juist voor gezinnen echt de moeite om even lekker uit te waaien van het platteland te proeven. Boer Niels is bij uitstek een struisvogelboer, maar hij heeft ook ander vee zoals schapen en koeien bijvoorbeeld. Wat niet zo gebruikt is in Zuid-Afrika dus, maar hier hebben ze het wel. En het leuke hiervan is dat je hele uitgestrekte landschappen hebt, zoals je kunt zien. Het zijn echt graslanden, bijna weilandachtige omgeving. En het is wat kneuteriger, maar maakt het zeker niet minder leuk. De reden dat we dit als tussenstop hebben gekozen, is om een wat langere rit naar Kaapstad te breken. Vanaf Plettenbergbaai moet je al gauw zo'n 6,5 uur rekenen. En dan is het echt de moeite waard om tussendoor even een nachtje uit te waaien op het platteland. En hier geef ik echt een ervaring aan. Anders zou je op een andere locatie slapen, maar dit maakt de ervaring wel heel erg leuk voor een tussenstop, zeg maar. S'avonds kun je of zelf de brei aansteken of je kunt lekker aanschuiven bij Anneliese, bij de vrouw van de boer. Zij kan super lekker koken, typisch Zuid-Afrikaans, met malva pudding als toetje bijvoorbeeld, boerenworst en boer Niels zou ook zeker de brei aansteken. En dan zul je absoluut proeven van de struisvogelbiefstuk. Ongeveer 2 uurtjes rijden, weer richting het westen, kom je aan in de Afrikaanse wijnstreek. Persoonlijk een van mijn favoriete hoogtepunten tijdens mijn reis door de Wijnkaap. Met name omdat je wat meer de kolonialere bouwstijlen ziet en de combinatie van de blauwe lucht, de bruine berg op de achtergrond en de hele groene wijnranken, maakt dit een hele relaxte plaats om even tot rust te komen tussen de wijnranken. Het geeft een heel bourgondisch gevoel en dat vond ik wel heel erg fijn. Wat ik zelf heb gedaan tijdens mijn reis is een fietstoer gemaakt tussen de wijnranken. Nou, je ziet dat deze niet heel erg in bloei stonden. Dit is ongeveer in de zomervakantie gemaakt. Maar dat maakt het niet minder leuk. Ze staan niet in bloei, maar het is allemaal wel heel erg leuk omdat je over het wijnproces leert, wijnhuizen bezoekt. En natuurlijk kan het proeverijtje ook niet ontbreken. Ik heb het samen met mijn partner gedaan. Die vond het ook superleuk. Maar zoals je ziet, een van onze collega's heeft het samen met haar gezin gedaan. Dus voor elke leeftijd is dit een hele geschikte en leuke activiteit om te doen. Ben je nou wat minder van het fietsen of minder te benen, kun je hier ofwel een e-bike reserveren. Hoort ook tot de mogelijkheden. Of een andere activiteit. Wat heel erg leuk is, is om met een gids samen door Stellenbosch heen te wandelen. Meer over de geschiedenis te leren en van de cultuur te proeven ook echt. Door middel van wijntjes en hapjes.
een hike door de wijnranken te doen of bijvoorbeeld per wijntram de wijnlanden in te duiken. Ja, dus dit is echt een hele fijne plaats om even te ontspannen. En zeker na een lange reis dat het is geweest, even te relaxen dus. Mocht je ook... sommige van onze accommodaties liggen inderdaad in Stellenbosch. De wijntram die wordt... de route van de wijntram loopt bijvoorbeeld door Franshoek, maar ook Montagu is een populaire plek in de wijnstreek. Ja. Dus daar hebben we ook een aantal opties in. En ook bij Montagu, wat meer in het oosten van de wijnstreek ligt, hebben we een glamping accommodatie. Ja. En dat is ook altijd wel hartstikke leuk, omdat dat is een luxe safari tent. Ook heel comfortabel, ook met je eigen toilet en douchevoorziening. Daar kan je ook met z'n vijven in, dus voor het gezin is het ook heel erg leuk. Of reizende koppels. Absoluut aan te raden. Ook weer lekker breien 's avonds. Dus mocht daar je voorkeur naar uitgaan, laat het ons altijd weten. Ja. En dan brengt de reis ons richting het eindpunt. Kaapstad inderdaad. Ja, wat mij betreft de mooiste stad ter wereld. Zullen andere collega's er niet helemaal over eens zijn, denk ik. Maar voor ons toch echt wel de mooiste stad die er is. Ja. Kaapstad kun je eigenlijk niet lang genoeg zijn. Als je echt alles wilt zien, heb je daar echt dagen voor nodig. In deze reis zouden we uitgaan van 4 dagen, dus 3 nachten. En dan kun je best wel een heel goed beeld krijgen van Kaapstad. En kies ook vooral de onderdelen die jullie leuk zouden vinden om te zien. Kaapstad is zo groot dat je nooit eigenlijk alles kunt zien. Maar kies dus echt de hoogtepunten die voor jullie op deze reis zijn. Meestal plannen we hier geen activiteit in. Omdat je dus zoveel kunt doen, ook op eigen gelegenheid. Mocht je het toch leuk vinden om met een gids te gaan, dan kan dat natuurlijk ook. En wat kenmerken van de stad zijn natuurlijk de Tafelberg. Bijzonder uitzicht op de haven van Kaapstad, maar ook op een aantal stranden en andere badplaatsen. Ik vond er van de onderkant mooier, maar dat kunt dus weer komen door die hoogtevrees. maar je kunt er met een kabelbaantje in ongeveer 7 minuten van de grond tot de top komen. En dan ben je in een ochtendje, 3 uurtjes, heb je het gezien. En dan kun je weer verder met de drukke dagplanning. Zoals bijvoorbeeld een bezoek aan een andere township in het noorden van Kaapstad. Dat is bijvoorbeeld Langa. Absoluut met gids, nooit zelf er naartoe gaan. Dus met gids is het veilig, omdat dat ook weer geld naar de community brengt, naar de gemeenschap. Waardoor het dus ook goed is voor de lokale bevolking. En hier ga je dus echt een kijkje nemen in het dagelijks leven. Wederom zonder dat het een show wordt. Hey, andere activiteiten, zeker voor het gezin leuk, is in het zuiden van Kaapstad. Bezoek aan de pinguïns van Boulders Beach, waar er heel veel zijn. Een wat meer geschiedenisachtige uitstap bij Robbeneiland, waar Nelson Mandela 18 van zijn 27 jaar heeft vastgezeten. En je wordt ook echt rondgeleid door een oud gedetineerde. Dus dat is wel een hele bijzondere ervaring. Althans, heb ik het heel erg ervaren. Ja. Kaap de Goede Hoop, het meest zuidwestelijke puntje van het continent. Hier zou ik wel een hele dag voor uittrekken, want het is best nog een aardige rit. Ongeveer 1 uur tot 1,5 uur rijden heb je hier echt wel voor nodig. Parkeer lekker de auto beneden, maak een mooie wandeling. Pas op voor de babianen, want die zijn er ook. Maar de uitzicht op de klifkust is wel echt heel bijzonder. En we hebben hier ook we bieden een aantal accommodaties ook aan in Houtbij. En die wijk ligt ten zuiden van de Tafelberg. Ja. Wat een hele rustige groene omgeving is. En ook een mooie uitvalsbasis om uitstapjes te maken naar Kaap de Goede Hoop. Ja, ligt een beetje tussen het centrum en Kaap de Goede Hoop in. Dus het is een mooie centrale locatie. Ja, ja, goede aanvulling. Ben je wat meer een thrill seeker? Kun je er ook voor kiezen om de lucht op te zoeken. Bijvoorbeeld parachutespringen. Of een paraglider vanaf de Signal Hill. Dat is een van de heuvels bij Kaapstad. Iets voor jou misschien, Brian? Absoluut niks voor mij. En je reis kan je gemakkelijk uitbreiden. Op ongeveer 1,5 uur rijden van Kaapstad met je Hermanus. Tussen juni en december heb je daar het walvisseizoen. En absoluut de allerbeste plaats om walvis te spotten. Of zoals Vincent al eerder aangaf, de Drakensbergen. Het grootste bergmassief van Zuid-Afrika. Waar je dus hele bijzondere hikes kunt maken. En op zoek kunt gaan naar de tweede hoogste waterval van de wereld. Manier van reizen? Altijd met de eigen huurauto bij ons en het vliegtuig. Natuurlijk de grote vlucht van Europa naar Zuid-Afrika. Maar ook binnenlandse vluchten tussen dus de 4 grote steden die we behandeld hebben. Ja. De wegen zijn ook goed geasfalteerd. Ja. Door de regenval kunnen af en toe nog als potholes ontstaan. Maar zijn goed geasfalteerde wegen met duidelijke bewegwijzering. Dus dat maakt ook van Zuid-Afrika een bestemming waar je heel makkelijk met je eigen huurauto kan rijden en daardoor ook heel veel vrijheid ervaart. Ja.
Eigenlijk is er geen enkele reiziger geweest bij ons die eigenlijk spijt heeft gehad dat hij een eigen huurauto heeft gehad. Het geeft veel vrijheid en mogelijkheden. Reistijd, lastig altijd voor Zuid-Afrika. Je kunt het zo zien dat de maanden precies omgekeerd zijn. Dus bij ons is december en januari heel koud, daar is het weer heel warm, echt hartje zomer. De Zuid-Afrikaanse winter is onze zomervakantie. Moet je ongeveer rekening houden overdag tussen de 15 en 25 graden. Hoe meer je het kruger gaat, hoe warmer het wordt. Hoe meer in Kaapstad, hoe kouder het wordt. Zeker 's avonds. Het is het hele jaar door goed te bezoeken. Maar in december en januari is het dus de zomervakantie voor Zuid-Afrika. En dan kan het wel heel erg druk zijn. Voor de Kaapstreek is februari en maart het beste reisseizoen. En voor het kruger gedeelte zou ik zeggen dat of de zomervakantie of het najaar het beste seizoen is. Maar wederom, het is het hele jaar door echt goed te bereiken. Er is niet iets dat er een seizoen dat er extreem veel regen valt. Nee. Over seizoenen gesproken hebben we ook te maken met het malaria seizoen. Dus dat is ook erg belangrijk voor iedere reiziger, maar ook de gezinnen met jonge kinderen. De Kaapregio, dus eigenlijk van Addo tot Kaapstad, is het hele jaar door malaria vrij. Ja. En het Noordoosten, dus de regio rondom Sint Lucia en Swaziland en Kruger, ja, is alleen malaria vrij in die Zuid-Afrikaanse winter. Dus juli, ja, en augustus. Juli en augustus. Ja. Het seizoen loopt dus van het malaria seizoen loopt dus van september tot juni. En laat je voor vertrek vooral goed adviseren door de GGD. Ja. We komen aan het eind van onze reis. We hebben nog wat tijd om even wat vragen te beantwoorden. We hebben hier een scherm openstaan met de chat. Dus mocht je een vraag hebben aan de hand van ons verhaal, stuur hem vooral in de chat en dan gaan wij hem zo goed mogelijk beantwoorden voor je. Ja, een stukje veiligheid is inderdaad wel een terechte vraag, maar je zal zien dat je een vrij toeristische route rijdt. Oh ja, hier de vraag van Gea en Monique zie ik hier inderdaad staan. Is het vertrouwd als twee vrouwen per auto rond te reizen? En wat adviseren jullie als mooiste maand? Nou, de mooiste maand hebben we behandeld, maar misschien kun je antwoord geven op de veiligheid voor twee vrouwen bijvoorbeeld. Ja, ja, inderdaad. Wij hebben ons geen moment onveilig gevoeld en je zal ook zien dat je een vrij toeristische route rijdt op veel doorgaande wegen. Of midden in een nationaal park als Kruger of Addo. Het belangrijkste is dus dat je niet de townships inrijdt zonder gids. En daar kom je ook echt niet zomaar hoor, overigens. Je rijdt niet zomaar een township in. Nee, dat is zeker waar. En laat bijvoorbeeld spullen nooit onbeheerd achter als je ergens gaat lunchen of als je bijvoorbeeld een plekje wil bezoeken. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste regels. En het is zeker veilig om... Ja. Geen opzichtige sieraden, doe je telefoon niet in je kontzak. Maar zoals aangaf, wij hebben ons allebei inmiddels een aantal reizen mogen maken in Zuid-Afrika. En we hebben ons nooit onveilig gevoeld voor enige dreiging of ja, in een natuurgebied bent waar de dieren wonen. Je mag in de parken niet harder dan 30 of 40 km per uur. Dus je rijdt stapsgewijs. En het belangrijkste is dus dat jij in de snelheid houdt. En ook gewoon geniet als je dieren ziet. Dus zet af en toe je motor uit. En geniet van de dieren die je ziet. Zodat ook de chauffeur inderdaad daarvan kan genieten. Ja, we hebben het allebei dus gedaan. Als chauffeur door het Krugerpark bijvoorbeeld heen gereisd. En dat was echt geen enkel probleem. Nee, je bent super alert, dus je ziet het allemaal en je stopt ook eigenlijk gelijk. En ook hartstikke leuk om... Ja, juist heel leuk. Met z'n tweeën of met het gezin die dieren te spotten. Dan heb je dat ook al eerder gedaan met gids. Maar om dat met z'n tweeën of drieën, vieren mee te maken, ja, dat is gewoon hartstikke bijzonder. Echt een onvergetelijke ervaring. Ja. Wij kochten allebei een kaart in het Krugerpark van tevoren. En aan de achterkant van de kaart heb je dus alle dieren die in het Krugerpark voorkomen. En dan zijn dus ook de kleine antilopensoorten of vogels heel erg leuk om te zien. Want je kunt opzoeken welke je exact hebt gezien. Dus dat maakt het wel heel erg leuk. Ja, over activiteiten met kinderen. We zullen er ook altijd naar vragen, maar het is vooral belangrijk om de leeftijd te weten van de kinderen. En dan kunnen we de juiste accommodaties voor jullie inplannen of de juiste activiteiten. Of we kunnen activiteiten opsplitsen, dat bijvoorbeeld vader en zoon gaan fietsen en moeder en dochter gaan paardrijden of andersom. Daar kunnen we altijd rekening mee houden. De nationale parken zijn voor alle leeftijden toegankelijk, dus reizen met jonge kinderen kan helemaal in Zuid-Afrika. Ja.
Even kijken welke vraag nog meer. Met wat is voor de Kaapstreek de beste reisperiode? Ja, zeker februari tot en met april is de beste periode voor de Kaapstreek. Ja. Kan je aangevallen worden door de dieren in het wild? Het lijkt mij spannend doordat je niet weet wat ze kunnen doen. Nou, de dieren zien je eigenlijk als een soort heel groot ander Voorwerp. dier, ja, voorwerp. Dus zolang je je hand niet uit de auto steekt tijdens safari, zal een leeuw of een cheetah of een luipaard absoluut niks doen. En je hebt, men dat je met een georganiseerde safari meegaat, ook een hele ervaren ranger bij, die je ook echt een briefing zal geven van tevoren. En die er ook echt rekening met de veiligheid bij houdt. Met je eigen auto, wat ik altijd deed in het Kruger, is mijn raampje half open. En dan is er niks aan de hand. Je rijdt best wel langzaam met Kruger, maximaal 50 km per uur. En je ziet de dieren aankomen en de dieren hebben altijd voorrang. Dus daar zal het ook absoluut niet gevaarlijk zijn. Nee. Er is ook een vraag over hiking en running. Er zijn een aantal hele leuke wandelgebieden in Zuid-Afrika. Ik denk dat Tsitsikamma daar een van is en Plettenberg. Dus op de tuinroute kan je heel erg goed wandelen. Ja, de En beste spot Drakensberg wel. ja, Ja. Drakensberg is wel bij uitstek de plek voor wandelaars. Dus mocht je je 3 weekse rondreis iets willen verlengen, dan kan je nog landinwaarts afslaan. Voor de binnenlandse vlucht en de Drakensbergen bezoeken. En als je een rondreis maakt door het Noordoosten, dan kom je daar ook wel vaak langs. Ook daar heb je watervallen, mooie vergezichten. En het is een prachtig groene omgeving waar je echt heel erg mooi kan wandelen. Dus ja, dat sluit ook wel aan bij de diversiteit van Zuid-Afrika. Je kan er fietsen, paardrijden, ziplijnen. Je Ja. kan op self-drive, je kan met gids op safari gaan, maar je kan ook dus ook heerlijk wandelen. Je ook nog, zijn er nog coronamaatregelen in Zuid-Afrika en Swaziland? Nee, die zijn er allemaal niet meer. Geen inreisbeperkingen meer voor een vaccinatiebewijs of dergelijke. En ook geen mondkapjesplicht, afstand houden en dergelijke. Dat is allemaal opgeschort. Ook een vraag over de reisafstanden. Zuid-Afrika is een onwijs groot land. Dus je ontkomt er niet aan om soms flinke stukken te moeten rijden. We proberen dat altijd wel te doorbreken met die overnachting in Umhlanga of in Heidelberg. En er valt overal op de route wel iets te zien. Dus dat zijn ook wel hele waardevolle tussenstops. Maar de rit van Johannesburg naar Hazyview is bijvoorbeeld ook een rit van ruim 4,5 uur. Dus ja, daar proberen altijd mensen over in te lichten, reizigers over in te lichten Ja, met een. we vragen naar ook het reisstempo die jullie zelf zouden willen hebben. En daaraan kunnen we ook tussen de reisafstanden aanpassen. Met een enkele tussenovernachting erbij bijvoorbeeld. Nou, Hans zegt inderdaad nog, de route die jullie net hebben besproken is dat de South African Experience. Ja, dat is in 99% de South African Experience. Klopt, ja. Marilyn zegt, welke leeftijd adviseren jullie voor als je met kinderen gaat reizen? Nou ja, georganiseerde safaris in Addo en Kruger gaan vanaf 6 jaar oud. En dat vind ik persoonlijk de jongste leeftijd om echt wat toe te voegen aan deze reis. Maar qua reisintensiteit is het voor elke leeftijd prima. Dus we hebben regelmatig ook kinderen jonger dan 2 die meegaan op een reis. En daar passen we de safaris op aan. Dus dan doen we geen georganiseerde safaris in nationale parken inplannen. Maar uitsluitend self-drives, want daar mogen ze wel mee. Of bijvoorbeeld georganiseerde safaris in privéreservaten. Want we hebben ook opties voor kinderen onder de 6. Dus dan kan iedereen mee op safari. Ja, het is ook afhankelijk van wat jullie als ouders bijvoorbeeld verwachten van. Kan mijn kind dit bijvoorbeeld aan om wat langere uren in de auto te zitten? Maar in principe is 6 jaar oud de meest gangbare leeftijd. Naties. Het advies daarin is per reiziger verschillend. Dus laat je vooral goed informeren door de GGD. Er wordt ook inderdaad geïnformeerd naar malaria. En we zeiden het net al, maar het is ook wel een vraag die vaak voorkomt. De Kaap is het hele jaar door malariavrij en het Noordoosten alleen in de Zuid-Afrikaanse winter, dus in juli en augustus. Dus reis je in malariaseizoen, dan moet je inderdaad op consult en. Dan zal de GGD waarschijnlijk malaria-tabletten wel adviseren. We bieden ook een rondreis aan voor gezinnen. Dus de family website. Die heet Safaris in het Noorden en Kaapse Kusten. En dat is een malaria-vrije rondreis die we het hele jaar door kunnen aanbieden. Dus in alle tijden van het jaar, elk seizoen En kunnen die we is die aanbieden. juist ideaal voor die meivakantie ook bijvoorbeeld. Hè, waarbij er dus wel malaria in het Krugerpark en omstreken kan zijn.
En die rondreis is ook echt precies 15, 16 dagen. Dus die past precies tussen de meivakantie. Dus zo kun je in de meivakantie malaria vrij naar Zuid-Afrika en een mooie ervaring doen. Ja. Dus dan de regio Pilanusberg, Waterberg. Ja, een beetje ten westen en ten noorden van Kruger, van Johannesburg ongeveer. Ja. Ook heel erg geschikt voor kinderen, omdat het wat kortere reisafstanden zijn, omdat je ook dicht bij het airport zit. Ja. Zo hebben we eigenlijk voor iedereen een hartstikke mooie rondreis. Of kunnen we inderdaad een rondreis op maat maken. Ja. De meeste vogels. Ja, beetje verspreid. Ja, Sint Lucia heeft op het water heel veel vogels. Pelikanen, flamingo's in het juiste seizoen. Een beetje aalscholverachtige vogels heb je daar. Ja. Maar ook op plekken die we niet hebben behandeld deze rondreis, maar wel in het aanbod zitten. In het zuiden van de Westkaap heb je de Hope Nature Reserve. Ongeveer tussen Kaapstad en de tuinroute in. Daar heb je veel vogels, wat meer zeevogels. En net ongeveer 2,5 uur ten noorden van Kaapstad heb je een gebied dat is het Wild Coast Marine National Park. Ligt in de omgeving van Paternoster bijvoorbeeld. Dus dat is een wat bekender dorpje onder de Zuid-Afrikanen. Heb je ook nog vogels. Dus je zal wat meer bij die klifkusten zitten. En zoals Vincent zei, bij Sint Lucia. En daar heb je echt wel de meeste vogels hier op deze reis. Ja. We kunnen er uren over blijven doorpraten, want we zijn echt Zuid-Afrika-fan en help je dan ook graag met het samenstellen van jouw ideale rondreis. We hebben al wat tips gedeeld vanuit onze eigen reiservaring, dus die delen we ook graag met jullie. We zien je aanvraag graag tegemoet, dus ben je geïnteresseerd of wil je een rondreis maken? Bel ons of voeg de rondreis of de bouwstenen toe aan je koffertje op onze website en dien een aanvraag in. Dan nemen wij snel contact met je op en hopen we jullie te mogen helpen met een rondreis naar Zuid-Afrika. Ja, het kan helemaal op maat gemaakt worden en precies zoals jullie hem voor ogen hebben. Dus hopelijk is deze webinar enigszins, hebben jullie enigszins geholpen met het samen, geïnspireerd en geholpen met het samenstellen van jullie eigen Zuid-Afrika reis. En we helpen hem graag organiseren. Dus dank jullie wel voor het aanwezig zijn. En nog een hele fijne avond en mogelijk tot horens. Dag! Goeie avond. Doeg!